Ik ben vanaf mijn kindheid bezig met beweging en natuur, de twee. In krijgskunst, de andere meer echt observeren van natuur, van dieren, van planten. Ik ben er eigenlijk de hele tijd mee bezig gebleven en via verschillende tussenstappen, veel in het oosten, dingen geleerd. Dat gaan toepassen in hoe kan ik andere mensen helpen. Er is een organisatie uitgegroeid die heet de Vierdimensioneel Leven. Die hebben we uitgebouwd in 6 verschillende landen. En het was daar ook de bedoeling mee om mensen bij hun volle levenspotentieel te brengen. En dat was mooi. Maar wat ik daarin miste was dat mensen, naar mijn gevoel, te veel in de alternatieve hoek bleven gaan. Dus het eigenlijk gaan doen, dat was ze niet. En dan hebben we een slag gegeven daaraan, in die zin van Life Projects is de verbinding tussen de wereld waar mensen wel weten hoe het in elkaar zit, de spirituele wereld, maar het eigenlijk niet doen. En de mensen die het doen, maar eigenlijk niet weten hoe het in elkaar zit. En onze bedoeling is, hoe kunnen we nu die twee samenbrengen? En dat hebben we in, ja, het model staat hierachter, een model opgezet. Waar volgens we zelf functioneren, maar waar we ook mensen aanleren. En daar zijn een aantal pijlers die opgebouwd zijn volgens de windrichtingen of volgens de levenselementen. Oké. Okay. Zeker. Zowel mijn vrouw als ik zelf, wij geloven niet zozeer in opvoeding. Wij geloven daar niet in. Hoe kun je iets verbeteren als je niet weet wat het is? Dus heel veel ouders starten vanuit hun onzekerheid weer op een eigenlijk arrogante manier met een kind op te voeden. Geen idee wie ze zelf zijn, geen idee weet. Het kind is, maar ik zal u zeggen hoe dat moet. Klinkt zelfs dom als ik het zo zeg. En het is veel meer de vraag om te draaien van wie is dat kind? En niet meteen een soort van dominante rol te stappen, maar de moeite te doen om dat kind bij je te hebben en vast te houden. En te weten dat je begint met een mysterie. Net zoals de liefde tussen man en vrouw. Op het moment dat het duidelijk is, ja, dan is het schoonste voorbij. Als, zeker als je een vrouw het gevoel geeft dat je nu wel helemaal door hebt. Ja, dat is sowieso niet over de liefde, niet over de seks, denk ik. Hè? Het mysterie te eren en daarbij te kunnen zijn. Dat geldt voor een liefdesrelatie, maar geldt zeker ook voor een kind. Dat weten veel ouders niet. En de tijd te nemen om die verschillende lagen van dat kind te laten opkomen. En vandaar te starten vanuit een evenwaardigheid. Dat je allebei zielen bent die elkaar, ja, nu in een ouder-kindrol gevonden hebben. En je neemt natuurlijk je verantwoordelijkheid, je hebt de leiding. Maar vanuit evenwaardigheid. Dat hebben we altijd heel belangrijk gevonden. Mm-hmm. Omdat heel veel kinderen. Het gebeurt niet gauw dat een kind incarneert bij je terwijl er geen voorafgaande relatie was in een ander leven. Dus daarmee rekening houdend, die tijd te nemen van wat is dat nu eigenlijk? En dat zich te laten tonen en van daaruit te zien hoe kan ik echt. Dus bijsturen, wetende dat dat kind eigenlijk zijn weg wel grotendeels weet. En waar kan ik bijsturen of zeggen van dat zou ik niet doen. Of soms zelfs nee, dat gaan we niet doen. En dan duidelijk te maken waarom. Werkt zoveel beter dan dat je regels neerzet die het kind eigenlijk niet begrijpt. Geloof ik zelf. Wel, ik vertel dat in deze context, omdat dat kan. Ik heb geleerd, dat is een van de dingen met Life Project, omdat ik meer en meer in bedrijfscontext gaan werken ben. En dat is weer een beetje hetzelfde. Dat is ook bij volwassenen heb je die opvoeding. Je zegt maar hetgene wat een ander kan horen. Het gaat er niet over wat ik wil zeggen, het gaat erover dat het een ander kan horen.
Dus bij sommige, bij veel mensen praat ik daar gewoon niet over. Maar het valt mij op dat veel mensen na een tijd mij vragen, wat vind jij ervan? Ja, dan ga ik dat natuurlijk wel zeggen. Ja. Bij mij is dat geen geloof, dat is een, ja, dat is een ervaring. Dus, Omdat die volwassene had dat natuurlijk ook toen hij of zij nog kind was, maar die is vaak zo gekanaliseerd of onderdrukt geraakt. Vooral als mensen meer en meer de reis gaan maken door de hele trekkracht van de wereld, van meer en meer in hun hoofd te gaan en uit hun lichaam. En dan vergeten ze vaak een echte wijsheid. Die zit niet in een kennis, een aangeleerde kennis, maar veel eerder in hun ziel en in hun lichaam. Dat wordt eruit geconditioneerd. Ja. Ja. En in de moderne wereld waar wij zijn, ik heb samen met mijn vrouw en gezin veel op krachtplekken gewoond in de natuur. Dan was dat op zich niet zoveel nodig om met cultivatie bezig te zijn. Je werkt in het bos en op je land en je bent met van alles bezig en je lichaam wordt getraind. Je werkt tussen de elementen en je valt moe op bed. Er is niet zoveel cultivatie nodig, omdat je zo verbonden bent met de natuur al. Maar als je in de wereld leeft, dan heb je cultivatie nodig. Dat is geen luxe of geloof. We worden zo uit onszelf getrokken dat we na een tijd geen contact meer hebben met de ziel of met het fysieke lichaam. Dat is voorspelbaar, denk ik. Ook eens tegenover staan. Ja, ik vind dat heel dramatisch vaak. En, ik geef zelf al een tijd geen consulten meer, maar mijn vrouw wel een aantal van de coaches hier ook. En, ja, heel vaak zie je dat het hetgeen is wat ik dat straks vertel. Er is niet de moeite gedaan om te luisteren wie dat kind is, waardoor het op een wanhopige manier dat duidelijk probeert te maken. Door, zoals een hond die op je mat kakt. Hè? Ja. Niet omdat hij daar graag, die vindt dat verschrikkelijk. Hè? Maar zo heeft hij tenminste een aandacht. Ja. Hij is een beetje ten einde raad op dat moment. Ja, om de boodschap over te brengen. En ik heb dat voor mezelf gezien. Ik heb mij eigenlijk tot mijn 18, mijn laatste schooljaar, gewoon verveeld in school. Dan had niemand echt interesse in wie ik was. En dat was voor mij een voorwaarde om te kunnen zeggen wat ik wist. Eerst, ik maak contact met jou. En dan, hè, die volgorde. Maar dat kwam bijna nooit. Dus de leraars waar ik voelde van, die heeft echt interesse in mij, scoorde ik bij de eerste twee van de klas. En bij de andere, ja, toen net rond het gemiddelde, om geen last te hebben. En zo werkt dat volgens mij. Ja, want kinderen worden nog steeds geboren met wel die balans. Ze hebben nog steeds die contacten met, dat contact met hun lichaam, hun brein is nog niet zo ontwikkeld. En ze hebben ook die herinnering vanuit het hart, vanuit hun ziel. Dus zij tonen nog steeds van wat de bedoeling is. Maar het is nodig om daar ook naar te kijken. Nu, het goede is dat we meer en meer kinderen krijgen die het niet meer gaan doen. Die niet meer meegaan daarin. En belangrijk is, denk ik, om die gewoon te steunen. Ja. Stoppen met opvoeden en meer te ondersteunen. En te zien. En wat ik in mijn werk doe, is 90% gewoon kijken naar iemand. En zien wie dat die persoon is. En soms zeggen mensen mij, maar jij weet precies beter wie ik ben dan ik zelf. Dat is niet zo. Jij bent dat gaan geloven. En daardoor komt er iets wakker, omdat je spiegelt met je bewustzijn, waardoor die persoon dat ook gaat zien. Die kijkt in mij dan aan spiegel. En daardoor begint hij te geloven van, goh, ik ben iemand anders. Heb ik iets veranderd? Dat is niet zo. Maar een goede spiegel zijn en voldoende stilte hebben, waardoor dat beeld niet beweegt. En dat is denk ik het mooiste wat je kan doen als ouder ook. Dat je die spiegel bent. Ik denk dat we
meditatie soms wat te veel aanbieden als iets wat je doet. En waar we de kinderen dan mee zijn. Dat zou je moeten doen, terwijl kinderen in het meest jonge, externe, actieve deel zijn. Als je ervan kunt laten proeven en het aspect verruimen als gewoon bewust bij dingen stilstaan of kunnen stil zijn en het heel dicht bij hen brengt, dan denk ik dat ze dat natuurlijk kennen. Zoveel te meer moet gaan benoemen, denk ik, zoveel te... Er was een vader en een collega van me die zei die straks nog, mijn dochter kwam thuis en zat hoofdpijn, 13. En ze zei ja, hij zei ja, kunnen we samen eens mediteren? En ze zei, ik ga echt niet doen. Hè. En ze zei, nee, maar gewoon, doe je ogen toe, ik ga dat ook doen. Hè. We doen eventjes. En ze zitten samen 10 minuten en ze vragen, hoe is het met je hoofdpijn? Ja, ze zei, het is weg. En dan zei, als je nu terug op je telefoon gaat zitten, kijken, dan hadden waarschijnlijk terug hoofdpijn. Ik ga eens proberen, zei ze. Inderdaad, zat terug hoofdpijn erna. Maar, mooi. Zo heeft ze zelf iets ondervonden op een speelse manier. Ik vond dat een goede vorm om te doen. Niet dwingend, maar eigen ervaring. Met een vader of moeder die gewoon geïnteresseerd is van hoe ervaar jij dat? Ja, dus het is de manier waarop je het aanbrengt. 100% denk ik. Ja. Ja. Ik heb allerlei mensen ook gezien die bij de ouders die weten hoe het allemaal in elkaar zit en waar kinderen echt zijn gaan revolteren. Omdat ze het niet zelf mochten uitvinden. Dan wordt het een religie. En dan gaat het niet meer. Inderdaad, ja. Ja, en hersens zijn functioneel. Het brein is een projector, maar we zijn veel meer dan het brein. Voor de alchemist heb je 3 breinen die samen zitten in 1 brein. Buik, hart, hoofd. En dit is je echte brein. Dat is die aura, zou je kunnen noemen. Wat dan ook weer samenhangt met een nog veel groter brein. De natuur of de kosmos. Geloof jij in die deling van de linker en de rechter hersenhelft? Dat is er, hè. Ja. Die, ja, maar zeker. De betekenis die men daaraan geeft? Het is een beetje zoals mannen van Mars en vrouwen van Venus. Het is een manier om het te begrijpen. En het kan wel helpen voor mensen, vooral linker hersenhelft mensen, vinden het verhaal van linker rechter hersenhelft wel interessant. Ja, ja. Ja, want het heeft het nu over right brain education, left brain education. Ah, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Het is ook meditatie, spiritualiteit. Wat we er heel vaak in zien, om het breder te stellen. Vaak hebben zakenmensen met die bij mij komen zoiets van, ja, dat bomen knuffelen, ik ben daar eigenlijk niet voor. En dan kom ik in een groep met mensen die, bijvoorbeeld healers, en die zeggen, ja, al die ratio en mijn boekhouding, ja, ik ben daar niet voor. Maar het gaat niet om het een of het ander. Ook al ben je spiritueel, die aura mensen die daag ik vaak uit van, als je het zo... Als je het niet duidelijk kunt vertellen, dan gaat het ook niet werken na een tijd. En ook die CEO van het bedrijf, als jij niet kunt voelen wat er werkelijk gebeurt, dan gaat dat een beperking worden. Het is dus altijd het samenbrengen van de twee. Het gaat niet om voelen of denken, het gaat om bewust zijn. En van daaruit die twee delen van je brein besturen. En daar zijn kinderen goed in. Ja, en die worden ook allemaal met een overlap links of rechts geboren. Maar dat is prima, dat is zoals ze zijn. Dat is een permanent personality, zou je kunnen zeggen. En die hun ziel uitdrukt. Maar geleidelijk aan, door die persoonlijkheid te ontdekken en zelfbewust te worden, kunnen ze dat meer in balans brengen. Dus iedereen wordt sowieso, net zoals je man of vrouw bent, met een onevenwicht geboren. Maar daarbinnen zit er een perfect evenwicht. Dat is het spel van leven. Hoe was je? Ja, of je kan aan het kind tonen dat je het niet weet. Maar het kind gaat natuurlijk wel jou uitdagen in die zin van waarom zoek je dat niet? Ja. Dus als je oprecht daarin bent, dat je zoekend bent en je doet ook je best erin, je bent eerlijk, dan is dat acceptabel voor dat kind. Als je het doet of als je het weet, maar het is eigenlijk niet waar, dan kom je er niet meer weg. Elk kind voelt dat, tot het mee geconditioneerd is en dan doet het mee
zoals de volwassenen, alsof het niet weet. En dat kan diep zitten. Ik hoor regelmatig van mijn vrouw, dat is niet lang geleden, komt er een kind binnen dat is super, ja, hyperactief. En zij kijkt er meestal naar. En ze kijkt ook naar waar, ja, wat zorgt er in de energie van dat kind, dat dat zo is. Je hebt daar geen oordeel over. En dan meestal een kwartiertje of zo, stelt ze een vraag en zegt, kom eens op mijn tafel zitten. Bijna altijd, binnen het half uur, liggen die bij haar in slaap. Bij haar. Dus, maar zij ziet, net zoals ik dat ook doe, wie dat kind is. En er zit een soort van, ik begrijp waarom je zo doet, waarom je zo bent. Zonder een plan of zoiets. En gewoon nog maar te zien, ik versta dat, waarom je dat doet. En wie je bent, daaronder, heeft al een mega groot effect. Ja, de meeste volwassenen reageren agressief op een hyperactief kind. Ja, zeker. Of overemotioneel. Ja. Het is, ik weet dat ligt altijd gevoelig, mensen zeggen er wel eens van. Maar ik zei er straks ook al het voorbeeld, je hebt een dier, je hebt een kind, je hebt een volwassene. In die zin van primitief reageren. Bij een dier, wat je ook zegt, maakt op zich niet veel uit. Hè. Als je tegen je hond zegt, ik vind jou de meest waardeloze kreng dat ik ooit gezien heb. En die gaat die kwispelen. Inderdaad. Maar als jij zegt van, lief hondje. Ja, het is waar je vandaan komt. Wat telt, de energie die je uitstraalt, de woorden. Woorden betekenen op zich niet zoveel. Als die woorden dan ook nog, het kind is ook, heeft natuurlijk een bewustzijn waarmee het ook gaat registreren. Maar als de woorden aansluiten op het bewustzijn en de aanwezigheid, ja, dan wordt het interessant voor het kind. Dus een aantal jaren geleden hadden we een zomerweek, Alchemie van Leven. En er waren, denk ik, een vijftal jongeren bij, jongens, meisjes, 13 tot 17, met ook volwassenen. Dus die deden samen de training, maar natuurlijk die jongeren, die zaten wel heel veel samen. En het ging over al die, wat we doen, al de waardevolle dingen in leven, en over seksualiteit en over je plek, en over gezondheid en over vormgeven aan je leven, over creativiteit, over relaties. Op het laatst, ze waren daar zodanig vol van, ze zeiden van, nu vragen we ons wel iets af, met er nog wel een vraagje. Dus ik voelde al iets komen. Hè. Ze zeiden, we hebben eigenlijk op een jaar nu, op een week, meer geleerd dan het afgelopen jaar in school. Ja, mijn ego natuurlijk wel een beetje gestreeld daardoor. Mijn vrouw ook, dat is interessant. Want ik voelde nog iets komen, dus kunnen we nu eens uitleggen waarom dat wij binnenkort terug naar school moeten? Dus, ja. Maar ik denk niet dat het zo extreem was, maar er was wel een duidelijk statement in van die dingen waar jij nu over spreekt, hoe ga je om met intimiteit, met seksualiteit, met emotie, hoe kan ik ervoor zorgen als ik spanning of stress heb, dat dat uit mijn systeem gaat, hoe leer ik om naar mezelf en naar mijn emoties te kijken, wat is leven en dood, wat doe ik met mijn opa die moment. Die vragen zijn, hoe komt dat nu dat wij zitten met allerlei materie die er totaal niet toe doet en dit niet horen? Die kon ik natuurlijk wel heel goed begrijpen en ook herkennen vanuit mijn eigen schooltijd. Dirk, ik zou je willen bedanken voor dit fijne interview. Dankjewel ook, tot ziens. Dit is ook een aanrader voor mensen die kinderen opvoeden en ouders. Als ze bereid zijn om naar zichzelf te kijken, zeker. Ja.